welkom bij weer een nieuwe aflevering Appels met Peren. Mijn naam is Ruben van der Meer en naast mij zit onze trendwatcher Otmar El Yaqoubi. Het is een nieuw jaar, een nieuwe start. Dus Otmar, aan jou de vraag. Wat gaat 2014 ons aan nieuwe trends brengen? Dankjewel Ruben. Eerst, ik zag jij ook beste wensen. Dankjewel, ja, jij ook. Wel zo beleefd, toch? Gelukkig nieuwjaar, ja, absoluut. Gelukkig zeker, nieuwjaar. Nieuwe trend, nieuwjaar, nieuwe trend. Iedereen gaat waarschijnlijk gewoon nieuwe dingen doen, ja. Meestal gewoon begin nieuwjaar. Dus. Maar wat worden ze al? Wat? Nieuwe trend 2014. Kijk, wat wil voetbal? Heel veel voetbal, Eredivisie, andere divisie. WK Brazilië. Ja, wordt een hele goede trend. Zeker, iedereen gaat gewoon sowieso gewoon kijken. Misschien als je een beetje geld hebt, je weet gewoon zelfs kijken daar in Brazilië. Heel eventjes, maar voetbal is gewoon al sinds... Voetbal is gewoon sport. En we gewoon een kleine toernooitje, een grote toernooitje. Je hebt ze gewoon uitzeggen, je Eredivisie is gewoon een Nederlands-Hollandse toernooitje. De KNVB bestaat al sinds 1895. Ik zeg maar wat, maar ongeveer denk ik wel. Ja, het is top. Het is een lange tijd, 1895. Is niet een trend. Wat worden de trends voor 2014? Worden het onder water telefoneren, dat soort gadgets? Elke keer als ik gewoon een zinnetje zeg, ga je weer gewoon weer klappen met je nee. Maar interesseer me niet, gewoon het weghaal. Maar, maar voetbal is geen trend. Ik bedoel, dat kan ik zeggen, dat ik daar tegen inga, maar voetbal is geen trend. Nee, voetbal is geen trend, nee. Maar het is je bent wel een trend. Wereldwijd, t-shirtjes, alleen t-shirtjes. Davy Beckham verkoopt miljoenen, man is miljonair. Wat of zo is geen trend dan? Had ze gewoon nog een voetbal, Cristiano Ronaldo. Iedereen verdient er gewoon geld aan. Hoe kan dat geen trend zijn? Weet je wat een nieuwe trend wordt? Onder water bellen. Wat dat is logisch. Maar ja, natuurlijk. Dat gaan we doen met z'n allen. Jongens, ga maar. Bel maar. Als je mij zoekt, ik zit... Ja, zwembad. Go. Kijk voor je. Dat is een goede trend. Hoe vaak ga jij op vakantie? 2 keer, 3 keer per jaar. Misschien 1 keer ga je skiën. Misschien 1 keer ga je ga je zwemmen. Ga je speciaal telefoon kopen voor die ene keer dat je gaat zwemmen? Een hoesje. Ik had het over een hoesje. Een hoesje waar je dan je telefoon in stopt. Dat zag ik laatst dat er een telefoon was die onder water kon. Dat je ook kon fotograferen onder water. Maar het doet er niet toe. En dan kun je zeggen, maar voetbal is geen trend. Dat vind ik geen trend. Ja, ademen. Is dat dan ook een trend? Dit was weer een aflevering Appels met Peren. Tot de volgende keer. Vriend. Jij moet heel erg gaan oppassen met mij nou.